Hi, wil jij je meer thuis voelen op de plek waar je woont? Leer dan ook de taal van je woonomgeving te spreken. Niet alleen ga je dan eindelijk begrijpen waar al die locals over praten, maar je gaat je ook meer verbonden voelen met je eigen woonplek. Verbinding met iets ontstaat op het moment dat je er meer herkenning mee ervaart. Hoe vaker je hetzelfde loopje in een voor jou onbekende buurt doet, des te meer dingen gaan je opvallen en meer dingen ga je herkennen. En daardoor wordt het onbekende steeds bekender voor je. En krijgt dat wat je ziet ook steeds meer betekenis voor je. En een goede manier om in je woonomgeving herkenning op te bouwen is bijvoorbeeld om de betekenis van de namen om je heen te leren kennen en te begrijpen. Zodat iedere keer als je ze tegenkomt, je weet en herkent wat de lokale bevolking daarmee bedoelt. Ik heb voor mijn kanaal Gelukkig in Huizen recent een vlog opgenomen met de 10 dialectwoorden die je moet kennen als je hier gelukkig in huis wil wonen. Klaas, wat is de eerste? Als de eerste is uiteraard taartje. Taartje. Iedere man zegt taartje. Als je hem nou kent of wel kent, maakt het uit. Taartje. En een taartje heeft meestal mens. Als hij trouwt, dan zet het die mens. Ja. En met dat mens samen hebben ze verschillende keier. Eentje of meerdere. Jongetjes, maasjes. Keier, dat is keieren dan... zijn kinderen. Zijn kinderen, hè? Ja, ja. En kinderen, die kunnen knap lastig zijn. Ja. Dus dan zeg je dan, hou op, Nijdon. Nijdon. Schei jou uit, schei dus uit. Als je dus lastig kinderen hebt, Nijdon is dan wat je zegt hier in huizen. Ja. Het volgende woord wat je op jouw lijst? Bolan. 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 Ja, dat betekent nou rustig aan. Dus even... Kalleman. Bolan. Bolan. Bolan als je het rustig wil hebben in huizen. Ja. Ja. Van wie ben jij er eentje daar? Van wil ben jij er eentje? Van wil ben jij er eentje? Dus willen ze weten van welke familie je afkomt? Wie ben je? Van welke familie ben jij? Ja, nou, huust er eens eventjes. Wat zeg je nou? Huust er eens eventjes. Huust. Stil. Oh. Luisteren. Huust. Huust. En, dat zei, dus en wanneer gebruik je dat? In de reden, huust. Huust. Ja. Dus als iemand je in de reden valt en je wil eigenlijk weer aandacht hebben, zeg je gewoon huust. 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 Is er nog nuis in Darp? Is er nog nuis? Nuis in Darp. Of er nog nieuws is. Oh, ja? Is er nog wat gebeurd? Is er iemand gestorven? Het is net aast. Het is net aast. Ja. Ja. En dat betekent? Ja, het is niet anders. Het is niet anders. Nee. Het is net aast. Het is net aast. Je kan er niks aan verangeren. Het is net aast. Oeh, heerokken. Is dat echt zo? Oeh, god. Is het eigenlijk een verbasterde vloek? Ja, dat is Oedonder weer. Maar Oedonder zit er in. Als je met schrikken bijvoorbeeld. Of zou je er wat van? Ja. Oedonder. Als je in huis je fijn wil voelen, dan zijn dit in ieder geval de woorden die je moet kennen. Door te leren begrijpen waar mensen in jouw woonomgeving in hun eigen taal en dialect over praten, is actief aan de slag gaan om je ergens meer thuis te voelen. Daarmee is taal dus een krachtig instrument om je verbonden te voelen, niet alleen met de plek, maar ook met de andere mensen die daar wonen. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk.